Zo, welkom bij de truc met Kurt. Wel, regelmatig gaan wij een truc met Kurt tonen. En dan ga ik gewoon met iemand die we net ontmoet hebben iets kleins doen, iets wonderlijks doen. En af en toe ga ik ook uitleggen hoe dat je dat moet doen. En wat feestdagen zijn en dat jullie aan de feesttafel zelf iets zouden kunnen doen, ga ik vandaag ook een trucje uitleggen. Kijk, Anna, hetgeen dat we nodig hebben zijn eigenlijk typische dingen die je aan een feesttafel vinden. Zoals een klontje suiker, water en een potlood. Ik zou aan jou eens willen vragen om in het groot daar een letter of een cijfer op te tekenen. En je mag daar nog eens een keer goed over gaan. Je zal ook zien waarom. Want we gaan het laten verdwijnen. Dus de letter M. De letter M. Jij mag even water hier in het glas doen. En dan mag je jouw klontje met de letterkam naar boven, daar, en dan mag je je hand er zo boven houden en dan ga je een beetje hoger en dan ga je zo een beetje zo draaien. En wat je gaat zien is dat die letter beetje per beetje begint te verdwijnen. Kijk maar eens goed. Magisch, hè? Ja. Die letter verdwijnt. Wat er ook gebeurt is, tegelijkertijd dat die aan het verdwijnen is, ik weet niet of je het ziet, begint die meer en meer omhoog te komen. Een beetje gaan, maar je hand er goed over. Die komt omhoog, die komt bijna aan het oppervlakte en dan stijgt hij nog meer. Want de letter is nu bijna weg. Draai je hand maar eens om. Goh. M. M staat op jouw hand. Dat was de truc van Kurt. Oké, dankjewel. Heb je enig idee hoe dat zou kunnen? Vertel eens, wat is er gebeurd? We hadden een klontje. Een klontje. En wat heb je dan gedaan? Het klontje gaat smelten. Ja, maar eerst heb je een letter op het klontje. Een letter op het klontje geschreven. En dan? Dus het klontje in het water gelegd. Mijn hand erboven bewogen. Nu staat de letter op mijn hand. Het klontje. En zijn er geen paar dingen die je bent vergeten in de uitleg die je net gegeven hebt? Nu, je hebt zelf water erin gedaan, ja. Zelf dat klontje erin gedaan. Heb ik het klontje aangeraakt? Nee. Nee, heb ik jouw hand aangeraakt? Nee. Nee, voilà. Dus het zou niet kunnen. Dat is wat er met magie gebeurt, hè. We vergeten een heel veel dingen door de magie die we er eigenlijk in steken. Zijn we een heel veel dingen aan het vergeten. Want wat is er concreet gebeurd? Ik heb jou een klontje gegeven. Jij hebt een letter op dat klontje geschreven. Ik heb dat klontje teruggepakt. Je hebt water gepakt. Ik heb mijn duim op het klontje geduwd. Het klontje neergelegd. Jij hebt het klontje inderdaad in het water gedaan. Ik heb jou gevraagd om jouw hand erboven te houden. En dus gevraagd om zo te doen. En dan heb ik gezegd, beweeg maar een beetje. En zo stempelde ik de M op jouw hand. Dat was de truc van Kurt.